Hoe kun je nou nog betere droombeelden maken? Daar ga ik het in deze video over hebben. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Victor en ik ben een videomaker in de landbouw. Ik heb onlangs een video gemaakt waarin ik een aantal zaken beschrijf met betrekking tot het vliegen van een drone. En ik wil in deze video verder ingaan op bepaalde instellingen die je kan doen om gewoon nog mooiere dronebeelden te maken. Nou, allereerst, ik ben ook niet een mega expert op het gebied van vliegen met drones, maar ik wil een aantal zaken met jullie delen die ik gebruik om, waarin ik in ieder geval probeer om nog mooiere en betere dronebeelden te maken. Dus we gaan beginnen met tip 1. Gebruik een ND-filter. Een ND-filter is eigenlijk een soort van zonnebril die ervoor zorgt dat jij op zonnige en heldere dagen niet te veel last hebt van fel zonlicht en dat jouw beeld dus overbelicht wordt, want dat is gewoon niet zo heel mooi. En ook afhankelijk van hoe sterk en hoe fel dat de zon is, kun jij een zwaarder of een lichter ND-filter bevestigen. Maar goed, dat is ook gewoon een kwestie van doen en proberen en kijken wat bij jou past. Voor mij is het in ieder geval echt een uitkomst. Tip 2. Toen ik begon met vliegen met een drone en het filmen met een drone, gebruikte ik eigenlijk alleen maar de automaatstand. Dus de framerate en de ISO die passen die gewoon zelf aan de lichtinval. Maar ik merkte dus dat die beelden, als ik die wil combineren met de beelden die uit mijn andere camera komt, dat is nogal lastig te matchen. En in de edit kwam ik daar dus achter dat dat die dronebeelden gewoon niet lekker uit de verf kwamen. Het is dus belangrijk dat de framerate van deze camera overeenkomt met de framerate van de beelden van die je gemaakt hebt met de andere camera. Want dat zorgt er wel voor dat die beelden met elkaar kunnen matchen. Tip 3. Ik film en vlieg op dit moment met een DJI Mavic Air 2, zoals je hebt kunnen zien. Deze heeft de mogelijkheid, of in ieder geval bij de Mavic Air 2 heet dat D-Lock. Dat is eigenlijk een soort van modus waarin de harde lichten en de donkere schaduws er eigenlijk uit worden gefilterd. En op die manier hou je eigenlijk een soort van heel grijs beeld over. En het voordeel is dat je dus later in de edit kun je die kleuren weer terugbrengen in je video. Zo vergroot je ook eigenlijk het dynamisch bereik van de camera. En zo kun je dus onder andere op hele felle zonnige dagen kun jij ook betere beelden maken die er later gewoon veel mooier uitzien. Tip 4. Dus eigenlijk een hele makkelijke tip, een hele snelle tip. Koop gewoon voldoende accu's. Vooral als je een beetje wat hardere wind hebt en een wat koudere dag is, dan zie je de accuduur gewoon zo naar beneden kelderen als je aan het vliegen bent. Dus zorg gewoon voor voldoende accu's, dat niet nooit een beperkende factor moet zijn. Tip 5. Met een drone is het natuurlijk hartstikke leuk om op bepaalde hoogtes te kunnen vliegen en een bepaald overzichtbeeld te maken. Ook met een drone kun je verschillende perspectieven gebruiken om gave beelden te maken. Zo kun jij niet alleen gewoon van een bepaalde hoogte schuin naar beneden filmen. Zo kun je bijvoorbeeld ook gewoon je camera recht boven het voorwerp houden en je camera recht naar beneden laten wijzen. Geeft ook een heel leuk effect. En wat ik ook heel erg leuk vind is echte low shots. Dus eigenlijk de drone laten vliegen op ooghoogte. En dan gewoon heel langzaam jouw onderwerp volgen. En dat geeft gewoon een heel leuk effect. Probeer maar uit. Tip 6. En de laatste tip die ik wil geven is gebruik in je edit de juiste sequence of sequence instellingen. Dus eentje die past bij de frame rate van de beelden die je hebt gemaakt. Wat je dus kan krijgen is dat jouw sequence instelling en jouw frame rate van de beelden die je hebt gemaakt, als het niet met elkaar klopt, dan kan het soms wat rare effecten geven in je beelden. Dat het wat korreliger wordt, dat het wat blurry wordt. Dat is gewoon niet zo heel mooi. Dus wil jij er echt alles uithalen, is het belangrijk om dat met elkaar te matchen. Dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze video. Vond je deze video interessant? Like dan deze video. En heb je wat gehad aan deze tips? Laat me weten in een reactie onder in de video.
Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan ook op mijn kanaal. Dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video.